We zijn onderweg naar de NISM-werf in Amsterdam-Noord. Een schitterend uitzicht komt ons tegemoet. Maar ho, wat blijkt als je goed kijkt? Langs de kade zie je bergen afval liggen. Tientallen vrijwilligers sporen voorbijgangers aan om de zooi op te ruimen. Wij zijn hier om aandacht te vragen voor het zwerfafval wat hier... Nou, nu is het al een stuk schoner, maar vanmorgen lag het helemaal vol. En daar ook al die plastic flesjes en plastic zakken. Eén stukje maakt ontzettend veel uit. Als iedereen iedereen die hier langs loopt één stukje opruimt, dan is op het eind van de dag is deze kade schoon. Maar deze kade is niet het hele probleem. Al dit afval spoelt uiteindelijk naar de zee, waar het samenkomt en een plastic soep vormt. Plastic wat in die oceanen drijft, iedereen denkt dat is een ver van mijn bedshow. Nee, het begint aan je voeten. Het plastic wat je hier op straat vindt, dat vind je over 10 jaar terug in de oceaan. En dat kunnen we alleen maar stoppen door A, natuurlijk zelf niks meer te laten vallen. Maar als je wat tegenkomt, pak één stukje per dag op. En meer hoef je niet te doen. Je hoeft niet alles op te pakken. U heeft zojuist geholpen met de wereld verbeteren. Wat vindt u ervan? Fijn, prettig. En dat kunnen we met z'n allen wel vaker doen. Hoezo helpt u eraan mee dan? Gewoon, dat is participeren, noemen ze dat. Gewoon meehelpen aan een beter milieu voor de kinderen. Doet u dat in het dagelijks leven ook? Ja, als het echt mij direct treft, ja. Maar algemeen van, nee, ik loop in de stad en iemand gooit het neer en ik raap het op, nee. Stichting Clean ergert zich vooral aan de instelling van de mensen. Die wijzen naar de overheid als verantwoordelijke. Stel, je zit met je kind op een terras en er komt een vreemde meneer voorbij en die gooit iets glibberigs, iets glabberigs, iets viezigs op het bord van je kinderen. Zeg je dan ook, de overheid moet dat weghalen of ga je het zelf weghalen? Maar dan komt het ineens heel dichtbij. Dan komt het ineens heel dichtbij, maar al dat plastic, dat komt ook in de voedselketen van ons terecht. En dus onze kinderen gaan zwerfvuil eten. Dat is gewoon, zo simpel is het. Is dus gif in het eten van je kinderen. En ja, als je dat weet, hoe moeilijk is het dan nog om één stukje op te pakken per dag? Blijkt mij niet.